Goedenavond en welkom namens Pakhuis De Zwijger aan VPRO Tegenlicht bij deze aflevering van Pakhuis De Zwijger en VPRO Meetup in het teken van digitale detox. We hebben zowel mensen hier, sprekers hier in de zaal, live aanwezig. En geloof het of niet, we hebben ook publiek vanavond hier. En ik ben echt ontzettend blij en bijna opgewonden om deze mensen hier live te zien. Een stuk of 60 mensen hier. En ook mensen die online kijken. Straks ga ik vertellen hoe de mensen die online kijken hun vragen naar ons kunnen sturen. Maar voor nu nogmaals namens Pakhuis De Zwijger aan VPRO Tegenlicht. Allemaal welkom hier bij Pakhuis. Afgelopen maandag was deze aflevering op televisie te zien. Digitale detox. En over de gemakken van de digitale wereld. Ja, daar kunnen we gewoon heel kort over zijn. Van de pindakaas die je binnen 10 minuten aangeleverd krijgt bij je thuis. Tot je geliefde die je via, via een online, online vrienden site hebt ontmoet. Of je favoriete boek. Alles is tegenwoordig online. Gemak overal. Maar wat staat tegenover dat gemak? Zijn we een beetje afhankelijk van de big tech geworden? En of is die onafhankelijkheid, wordt het alleen maar meer? En wat voor implicaties heeft dat, die onafhankelijkheid, voor onze relaties onderling? En is het mogelijk om ons een beetje los te maken daarvan? Dat zijn vragen waarover onze vier sprekers hier in de zaal en een Europarlementariër op dit moment in Brussel, Paul Tang, daarover hebben nagedacht. Ze zijn allemaal heel kritisch over deze ontwikkelingen. We gaan kijken wat de stand van zaken is. En zoals ik zei, kunnen we er eventueel iets aan doen? Dit programma duurt 1 uur. Hier 1 uur in de zaal. Mensen die op dit moment online kijken, die kunnen hen vragen, nu komt het, met menti.com naar ons sturen. En dan krijg je een code. Als je die code invoert, echt kind kan de was doen. Dan kan je vraag naar mij sturen. De vraag komt hier binnen. Dus de code is 65181149. 65181149. 1149. De vragen komen hier bij mij binnen en probeer ook je vragen het liefst echt aan iemand te adresseren. Dus straks schrijf je, ik heb een vraag voor José van Dijk. Dan kan ik het natuurlijk makkelijker aan andere mensen doorgeven. Nou, in de beste traditie van VPRO Meetup hebben wij meerdere fragmenten. We laten een fragment zien en aan de hand van het fragment gaan we met een paar mensen dat bespreken. En het eerste fragment gaat over de tweedeling in Silicon Valley. We gaan nu naar het fragment kijken. Als je nou naar het hart gaat van daar waar die tech-industrie begonnen is, terwijl daar de mannen en vrouwen op hun skippieballen de laatste gadgets zitten te bedenken voor ons die ons verder zouden willen helpen. Ja, zouden ze uit hun kantoor naar buiten kijken, dan zien ze een beeld waar ook zij toch enige verontrusting bij zouden moeten voelen. Dat gaat over de kwaliteit van publieke voorzieningen en het idee van een publieke ruimte überhaupt. I'd like to donate any donations to the firefighters of Los Angeles County. You know, I'd like to donate, sir. Any change, quarters, anything helps, sir. The fire department needs money? Yes, ma'am. We're suffering through the massive budget cuts. LA County, LA City, basically anywhere in California. All money's welcome! There's lack of equipment. We're cutting back. I mean, would you like to have a house burning and nobody come to save you? Yeah, it wouldn't be too good. I'd like to donate any donations. Ja, dit is natuurlijk toch echt wel behoorlijk schizofreen. Hè? Je zit dus gewoon op de rijkste plek ter wereld. Je kunt de straat bijna plaveien met techmiljardairs. Maar als we even omkijken, dan wordt de hele publieke ruimte gewoon aan zijn lot overgelaten en verwaarloosd. Dus ja, dat is een contrast wat ik echt, echt bijna onverteerbaar vind om naar te kijken. Donations. Nou,
Digitale detox. We hebben vandaag 4 mensen hier aan onze tafel. En een Europarlementariër Paul Tank in de Zoom, die komt straks aan bod. José van Dijk, hoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit van Utrecht. Jit Deranits, CEO van Surf. En Hans Schnitzler, hoofdpersoon van de aflevering. Jij geeft de hele tijd. Trouwens, mag ik jullie eigenlijk tutoieren allemaal? Ja, oké, okay, ze zeggen allemaal ja. En je geeft commentaar op die fragmenten van de rijke VPRO tegenlichte afleveringen. En schrijver en hoofdpersoon van deze aflevering. En Roland Duong, regisseur van deze aflevering. En ik begin met jullie twee. Maar ja, jij was Roland op de achtergrond aanwezig, Hans op de voorgrond. Roland, vertel eens, wat was de noodzaak van deze aflevering om het nu te maken? Nou, nu of 3 jaar geleden of over een jaar nog, ik weet niet. De noodzaak is enorm hoog natuurlijk. Wat jij zei, Big Tech, die heeft ons leven zo overgenomen, dicteert zoveel. Er is zoveel op aan te merken hoe zij met de data die wij hun leveren omgaan, hoe zij gewoon op een bepaalde manier onze levens aan het inrichten zijn. Het is heel belangrijk dat dit soort Big Tech kritiek gemaakt wordt. Dus echt heel erg noodzakelijk. Mooi. En Hans, denk je dat corona heeft bijgedragen aan de macht of de groeiende macht van de Big Tech? Of is dat wat echt eigenlijk gewoon al vanaf het begin het geval is geweest? Alleen nu wordt het gewoon versterkt, wordt het zichtbaarder. Wat denk je? Ja, ik denk dat inderdaad dat het een enorme katalysator is geweest. Je ziet natuurlijk dat grote techbedrijven er ook alles aan deden. En deels natuurlijk waren we er heel blij mee. Maar om nog meer schermpjes tussen ons en de werkelijkheid in te zetten. Je ziet het natuurlijk ook aan de grote platforms die enorm gefloreerd hebben bij corona. Bij het feit dat we binnen moesten blijven. En Naomi Klein die sprak in dit verband over een screen new deal. Vond ik wel een hele treffende opmerking, waarbij ja, ze ook analyseert. Ja, je ziet nu dus dat die grote techbedrijven eigenlijk iets aan het versnellen zijn wat inderdaad wel ingezet was. En wat nu inderdaad nog in een soort turbo is gegaan. Ja, en even kijken over de tweedeling. Hè? Want het fragment echt, je weet niet wat je ziet. Hè? Dat zijn we gewoon in Europa niet gewend om zoiets te zien. Hè? Nee. Ik heb voor de zekerheid heb ik even L.A. County Fire Department vandaag opgezocht. Kijk, ik dacht misschien was het eenmalige donatie of bedelactie. Maar nee, ja, je kan nog steeds, staat op een website, wat je allemaal kan doneren, ja. Hoe je het kan doneren, waar ze het allemaal aan gaan besteden. Het gaat echt om matrassen tot wasmachines. Ze gaan er al die dingen van aanschaffen. Aan de andere kant, ik moest ook denken aan het verhaal van de Amerikaanse troepen tijdens de oorlog in Irak. Die mensen moesten ook houtje-touwtje zich echt gewoon met een stukje metaal daar en een soort houtje-touwtje hellen maken om zichzelf te beschermen. En ik dacht, dat had helemaal niks met Big Tech te maken misschien. Is dat nou iets typisch Amerikaans, dat in dat land die dingen zo pregnant zijn? Halen we niet andere dingen erbij die altijd gewoon bij Amerika horen en niet zozeer bij Big Tech? Nou, Hans, wat denk je? Ik denk natuurlijk, in Amerika is het daar is het wel heel groot, zeg maar, de manier waarop toch ook bepaalde publieke diensten uitgehold zijn geraakt. Maar ik denk dat je dit toch ook wel degelijk, ondanks het feit dat wij natuurlijk in een hele andere situatie zitten, het idee van een publieke ruimte en de manier waarop grote techbedrijven daar op allerlei wijze invloed op beginnen uit te oefenen, op onze vervoer, op de manier waarop data verzameld worden en daar hun keuzes in maken. En dat we ook steeds afhankelijker worden voor die bedrijven, dus van die bedrijven. Dus het is helemaal niet uit te sluiten dat misschien niet deze situaties, maar zeg maar de tendens van die privatisering van de publieke ruimte, ja, dat is wel degelijk hier ook gaande door die grote techbedrijven die wij steeds meer, wij geven steeds meer uit handen. Ja, maar ik wil daar wel even op reageren, want voor mij gaat het heel erg over de belofte
van Silicon Valley. Over gewoon, ja, sharing is caring en ja, met z'n allen maken we het allemaal beter. Ja. Ik denk van nee, het is een heel kastensysteem geworden. Waar eigenlijk, het is een soort ja, nepverhaal eigenlijk. Een klatergoud voor de mensen die het allemaal goed voor hebben met de wereld. Maar ondertussen willen ze de belastingen niet betalen en dat soort dingen. Kijk, als ze zeggen van joh, we willen onze zakken vullen, de rest zakt dan in. Als wij maar onze naar Mars kunnen verplaatsen voor 28 miljard, dan zeg ik prima joh, prima. Ja. Al die leuke beloftes. Sharing is caring. Ja. Wat een echt, het is zo eenvoudig, zo mooi. Het rijmt als een tiet. Wie wil dat niet, hè? Daarom. Dus ja, dat is de reden waarom die kritiek wel degelijk op zijn plek is, denk ik. Ja. En ook de reden waarom we ook gewoon voortdurend dat soort one-liners en überhaupt het hele discours vanuit de tech-industrie, ja, heel kritisch smart moeten bevragen. Smart is, ja, ook zo'n mooi woord. Ja. Dus ja, dat heeft ook wel een functie, denk ik. Ja. Ja, dat zeg je ook in de uitzending. Wie wil geen smart city? Wie wil geen smartphone? En even voor de mensen, even kijken, kijk even de zaal in. Hè. Dat is natuurlijk voor de online mensen niet heel erg aantrekkelijk. Maar zijn er mensen die de uitzending niet gezien hebben? Wil ik even hand in de lucht. Oh ja, een aantal mensen. Ik denk iets van 6, 7 mensen. Onze Hans heeft een telefoon die... Toen hij het aansteker, aan de regisseur, ja, Roland liet zien. Roland, wat was zijn reactie? Ja, ik dacht echt, het is een aansteker. Ja, ja, maar het is toch ook een aansteker. Kom, steek hem aan, Hans. Kom op. Oké, ik wil even... wat zeg je? Hoe ben je binnengekomen? Vraagt iemand in de zaal. Dat gaan we straks even bespreken. Even, Hans. Je hebt het geprint. Ja, ja, ja. Dode bomen. Ja, ja, dat wel. Ja, 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 heel goed. Ja, ja, ja. Toch betrapt. Even kijken. Die datacenters die stoken ook wat op, hoor. Dus in die zin. Precies. Ja. Ja. Roland, je zei in het begin, zei je zoiets in de trant van deze uitzending had 3 jaar geleden plaats gemaakt kunnen worden, nu of over 2 jaar. De noodzaak is groot. Kan ik daaruit concluderen, en correct me if I'm wrong, hè, het is een vraag aan jullie beiden, dat wij, zeg maar de grote massa, ons blijkbaar linksom of rechtsom niet helemaal bewust zijn van de impact en de gevolgen van de impact van de big tech op ons leven, niet doordrongen zijn? Ja, ik ben het er wel mee eens. Maar Hans, deze laten we even aan jou. Je hebt natuurlijk ook daar goed over nagedacht. Nou ja, ik denk nog steeds niet in die zin dat we er ook... Maar dat is sowieso lastig. Misschien is het bewustzijn wel iets gekanteld. Hè, het besef dat de mooie beloftes van Big Tech toch niet altijd ons ten goede komen. Ja, en tegelijkertijd is natuurlijk altijd de vraag... Zelfs als je dat besef, dat heel diep geworteld is geraakt... Hoe ga je dan daar ook naar handelen? Dus dat is sowieso lastig. Maar inderdaad, ik denk dat nog steeds we het te gemakkelijk weggeven en niet helemaal goed kunnen vatten. Het heeft natuurlijk ook iets abstracts. Hè. Als we het hebben over data, ja, die datasporen die je achterlaat en die je weggeeft aan grote techbedrijven. Ja, wat merk je daar dan precies van? In die zin lijkt het ook op het klimaat nu wat minder, want nu gaan we dat ervaren. Maar het is een soort meta-object. En het blijft een beetje abstract, denk ik. We ondervinden het niet aan den lijve. Nou, wat wel heel belangrijk is, omdat zeker ook met die coronatoestanden en zo, er is terecht heel veel kritiek op de overheid. Van wat sneupen ze nou in ons privé-domein? Maar dat bewustzijn van dat... diezelfde mensen die gewoon op het Malieveld staan van hey, onze privacy is in het geding. Maar nog steeds zitten ze op Facebook en op Instagram en met die smartphone in de zak al hun data weg te geven. Waarin ze echt helemaal geprofileerd worden in dat. Daar is deze uitzending ook voor gemaakt. Van joh, het is goed dat je op die privacy gaat staan. Maar doe dat dan ook gewoon op alle gebieden. En niet alleen maar die overheid zomaar bashen. Want de big tech, die schaadt je privacy nog veel, veel ernstiger. Ja, maar nu vraag je eigenlijk aan mensen... Of van mensen om genuanceerd te zijn. En ik denk, ho, zo zijn we niet getrouwd. Nee. Het is 2022. Realistisch, hè? Nee, realistisch. Het is realistisch. Dus alleen omdat je het niet zo in your face ziet, maakt het niet minder realistisch. José, toen zij aan het praten waren, zat je een beetje zo te kijken. Ik dacht, je wilde nu al... Kijk, ik bedoel, later ga ik zeker met jou goed praten. Maar José, zei ik. Jet de Ranis, voorzitter en ook raad van bestuur, CEO van Surf. Waarom zat je zo een beetje te kijken? Wat wilde je zeggen? Nou ja, sommige van die technologie die we gebruiken is natuurlijk niet ontworpen om slechte dingen te doen. Ik denk dat toen we met Facebook kennis konden nemen van de Arabische lente, waren we daar allemaal heel positief over.
Later keerde dat omdat je zag dat datzelfde Facebook door de overheid daar gebruikt werd om te beginnen mensen op te sporen en te onderdrukken. Bij Instagram zie je hetzelfde fenomeen. Hè? Dat iets wat gemaakt is om jezelf te laten zien ineens leidt tot perfectieideaal en anorexia bevordert onder jonge meisjes. En ik denk dat je goed bewust moet zijn van wat technologie veroorzaakt. Ook als je goede intenties had, kan het verkeerd uitpakken. En wat doe je dan? En dat is wat Hans ook eigenlijk zegt. Hè? Kun je dan ander gedrag gaan vertonen zelf, maar kun je het ook reguleren zodat die negatieve effecten niet meer voorkomen? Ja. Ja, mag ik aanvullend hierop? Het gaat natuurlijk inderdaad, dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd altijd beseffen dat technologie met waarden geladen is. Dus ook zelfs technologieën die aanvankelijk goed voor ons lijken te werken. Wat we natuurlijk vergeten is dat daar toch iets in versleuteld zit. Wat misschien het mens- of wereldbeeld van de makers vertegenwoordigt. Zeg je misschien, of want in de uitzending was je volgens mij, Roland, jij hebt de uitzending gemaakt. Hij was in de uitzending wat stelliger. Hij zei techniek is politiek. Ja, nou ja, goed. Dat zei je. Ja, dat klopt. Maar kun je terugkijken op een digitaal web. Het is nooit meer weg te wissen. Nee, dat klopt. Dat woordje misschien mag wat mij betreft ook hier achter. Oké, die halen we uit de live uitzending. Ja, dankjewel. Ja. Dus maar goed, ik moest als regisseur Hans wel af en toe pressen om wat stelliger te zijn. Oké. Maar even voor de volledigheid. Je zegt techniek, dat is politiek. Is politiek, is waarden, is ethiek. Dat zit er allemaal in. Is ethiek, zit erin versleuteld. En daar ben ik wel blij mee. Als je dat 6-7 jaar geleden zei, dan keken mensen je glazig aan. Waar heb je het over? En nu begint dat besef wel door te dringen. Dus dat is iets waar we nog, denk ik, veel preciezer en kritischer naar moeten kijken. Elke keer dat een nieuwe technologie zich aandient. Wie zijn de makers? Voor welk probleem wordt er een oplossing gezocht? Wat is het mogelijke mens- of wereldbeeld? De libertariërs in Silicon Valley, die houden daar natuurlijk bepaalde politieke ideeën op na. En die technologieën, daar sijpelt dat ook in door. Ja, Jet? En aanvullend, je doet soms dingen met bepaalde intenties. En dat kunnen hele goede intenties zijn. Die ik wil even inbreken, hoor. Ik geloof namelijk helemaal niks Roland, van de goede... Roland. Ik geloof, de goede intenties van Silicon Valley, daar geloof ik helemaal niks van. Ja, okay. Dus ik vind dat heel... Maar dan nog, ook de overheid kan technologie maken met goede intenties. Het probleem is dat je en daar niet op kunt afrekenen. Je moet afrekenen op het uiteindelijke op de daden. Dat doen we veel te weinig. Oké, Roland? Ja, ik denk helemaal niet dat... Je gaat nog dichter, nog lager van de intenties. Nee, maar ik weet gewoon in de geschiedenis van Silicon Valley, als ze de like-button hebben uitgevonden of dit hebben uitgevonden, die mensen waren echt wel bewust van de implicaties, van wat het zou kunnen betekenen. Er is echt een spoor, ook bewijs van dat ze wisten van hoe rogue het zou kunnen gaan, hoe vervelend het zou kunnen worden. Ze hebben het allemaal de wereld ingegaan, omdat ze wisten van, bottom line, het gaat de kassa, de macht, zal naar ons zijn. Dus ik geloof helemaal niks. Ik vind echt dat je big tech moet je gewoon zien als big tobacco, klaar. En zo moet je die lui ook bekijken. En er is niks leuks en of iets goeds aan. Die track record is echt... Ja, het is echt heel onethisch. Ja, dat is dit was een mooie one-liner, hè? Ja, nee, deze big tobacco is big tech is big tobacco. Ja, nee, dat... En nog één klein dingetje als aanvulling. Nee, José. Mag dat? Hij mag wel even wat aanvullen. Oké, heel kort. Wel goed punt, maar het probleem met technologie is dat we nooit de gevolgen kunnen overzien. Dat het altijd onvoorspelbaar blijft in veel gevallen wat de uitkomsten zijn. Dus even als aanvulling, dus, je kunt wel heel erg daar proberen te sturen, maar je moet toch ook een stap terug en kijken van welke machtsfactoren, welke belangen spelen er nou? Waarom worden bepaalde technologieën ontwikkeld en waarom gaan we ze gebruiken? Ja, en nu José. Ja, ik wilde ook de nadruk leggen. José van Dijk, Universiteit Hoogleraar Universiteit Utrecht, media en digitale samenleving. En ook een tijdje geleden natuurlijk de baas van wetenschap van Nederland. Ja, dat weet ik nog. Even geleden, hè? Ja, maar ik heb het heel bewust meegekregen, hè? Ja. KNAU, ja. Ja, ik wil wel even op inhaken. Roland zei van het gaat vooral om de intenties van de techbedrijven. Dat is ook zo en dat heb ik jaren geroepen. Inmiddels heb ik wel zoiets van we moeten het ook hebben over de effecten en over waar we constant mee ons omringen. Want we zijn het ook zelf die het doen. We kunnen niet alle schuld leggen bij techbedrijven die iets verkopen. Natuurlijk verkopen ze dat, maar wij zijn zelf ook burgers die er constant gebruik van maken. En waar ik me vooral zorgen over maak is dat de tech ideologie en die commerciële waarden tot in de vezels van elke sector in onze samenleving zijn doorgedrongen. Vooral ook, daar heeft Hans een heel goed punt, in de publieke sector. En daar denk ik dat wij met name een hele grote rol moeten spelen als burgers om die publieke sector weer online voor het publiek te maken en niet afhankelijk te laten zijn van wat er voor ons verzonnen wordt aan technologie in Silicon Valley. Ja.
En ook daar moet je goed onderscheid maken tussen wat zijn de intenties waarmee we dat doen en wat zijn de effecten. En als die effecten niet goed zijn, moet je ook daar stoppen. Ja, ik ga zo naar het tweede fragment. Maar om dit even af te sluiten, hè. Waarom is er zover gekomen en de tweedeling en de gevolgen. Ik zie toch een soort tweedeling hier, hè. Roland en Hans, die denken, die intenties zijn gewoon per definitie, als het van die gasten komt, dan weet je, dat deugt niet. En jij en jullie een beetje zeggen, oké, ik wil even de gevolgen afwachten. Nou, nee, ik ben het niet eens met José, hoor. Ik zie het meer als en. Ja. En op het moment dat je zeg maar Big Tech ziet voor wat het is, gewoon een soort van nietsomziende kapitaal geldwolven, dan snap je beter wat er op het spel staat dan wat José zegt. Dat we gewoon die eigen diensten, gewoon die eigen digitale competentie, enorm boost moeten geven. Cool, ja. En dat was Ik ben wel een beetje klaar met steeds maar klagen over wat niet kan. Je moet ook zelf gaan bouwen. Ik vind geen geklaag, hoor. Ik denk dat heel weinig mensen. Kijk, wij zijn natuurlijk een soort. Ja, maar heel veel mensen weten het niet. Ik bedoel. Jouw uitzending zat ook heel mooi. Dat komen we straks op. Weet je, wat kunnen we daaraan doen? Groepen die met dezelfde technieken gebruiken. Maar je zegt ook, volgens mij zeg jij in de uitzending, het is niet makkelijk, maar je kan wel iets doen. Zeker. Ja. Ook platforms oprichten met democratie. Al zit je ergens in Madrid met een paar fietsers. Dat was een mooi fragment. Kan je het nog steeds doen? Ik neem de vrijheid hierbij om naar het volgende fragment te gaan. Maar daarvoor wil ik nog even, misschien kunnen we het ook de code van Menti even nog een keer laten zien. Hier komt hij nog een keer. 65181149. Dat was de code van Menti. Ja? Oké. We gaan nu naar het volgende fragment. Het is namelijk letterlijk en figuurlijk hoe wij bestuurd worden door algoritmes en misschien de gevolgen voor een menswaardig bestaan. We gaan naar een fragment kijken. Welke route we fietsen, op wie we eventueel verliefd worden, het zijn steeds vaker de algoritmes die bepalen hoe ons leven eruit ziet. En voor sommige mensen betekent dit dat ze letterlijk de hele dag gestuurd worden door de computercode van een algoritme. People working at Deliveroo are just dispatchers, so it's the algorithm that decides where to send people. Basically, anytime you used to have a difficult human decision made by a process that was complicated and hard, now you'll see an algorithm. The algorithm is a mystery for us. We don't know how does it work. We are not, nobody explained it to us. And the problem is that I have absolutely no control over the delivery system. I'm just waiting for the deliveries to come. Deliverer wants me to be there, to be on my shift, even if there are not enough orders to make a minimum wage. If there are no deliveries for whatever reason, then I'm not getting paid. There's no button in the app that says, hold on, I have a problem with my bike, or it's just being on or off. Dit is toch wel ontluisterend, dat laatste beeld, hè? Van die man die daar zijn band staat te plakken. En die zegt, it's just on or off. Er zijn dus geen grijstinten, als het ware. En dat is dus de tucht van een binaire werkelijkheid. Van wat natuurlijk ook in de computertaal zit. Het is goed of fout. Het is aan of uit. Het is 0 of 1. En ja, alle nuances en gradaties die daar mogelijkerwijs tussen zitten, die passen niet in het systeem. Want ja, die koerier die ook zelf zegt, ik heb geen enkele controle, ik moet gewoon zo snel mogelijk van A naar B. Wat hem tot mens maakt en waar hij misschien zingeving uit kan halen, of zich tevreden kan voelen over wat hij doet, of een soort mate van waardigheid bijvoorbeeld kan vinden in het beroep dat hij uitoefent, ja, die wordt hier teniet gedaan. Hij wordt inderdaad zelf een robot. En
En zo zitten we ongeveer op een derde van de uitzending. De komende 15 minuten ongeveer gaan we dus over menswaardigheid en wat de wetgeving misschien op dat gebied kan doen. Gaan we het daarover hebben. En ik ga het gesprek vooral dit gedeelte vooral voeren met José van Dijk, hebben we al gezien, Jedden Ranits en Paul Tang, Europarlementariër namens Partij van de Arbeid in Brussel via de Zoom. José, laat ik met jou beginnen. Je leven voor een groot gedeelte bepaald zien worden door algoritmes. Wat doet het met de mens? Nou, ik denk wel dat dat veel doet met de mens. Je bent naarmate je meer in systemen verankerd zit, ben je minder onafhankelijk, kun je minder zelf bepalen, heb je minder autonomie. Dat geldt voornamelijk als je in beroepen zit, zoals we zagen net de Deliveroo-bezorgers. Dat geldt ook een beetje voor andere beroepen. In het onderwijs zijn we steeds meer afhankelijk van de instrumenten waarmee wij niet alleen onderwijs moeten geven, maar ook leerlingen moeten administreren. En zo gaan we steeds meer worden we een radertje in dat systeem. Ik wilde even wijzen, ik denk dat Paul Tang het zometeen echt over de wetgeving gaat hebben. Dat is ook heel belangrijk. Maar vandaag is er toevallig een verklaring van in Europa uitgekomen. En ik wilde even, het is een hele mond vol wat die verklaring inhoudt. Maar dat is de Europese verklaring van de digitale rechten en principes van het digitale decennium. Dat stond vandaag in de Volkskrant toevallig. Vandaag in de krant. Ja, Hans, jullie hebben het allemaal gelezen, ja. Ik denk dat we daarin, in die principes en rechten van gebruikers, daar moeten we ook heel erg op gaan letten. Want daar is van alles mis. Hè? Dus die rechten en die gebruikers kunnen opeisen, ja. Daar zouden ze veel meer pal voor moeten staan. Ze hebben een heel lijstje opgenomen. Dat gaat over eerlijkheid, inclusiviteit, duurzaamheid, vertrouwenwekkendheid. Het gaat over veiligheid, maar ook over veerkracht. Eigenlijk zijn het een heleboel publieke waarden die we in zo'n code eigenlijk verankerd willen zien. Ja. Nou, dat is denk ik ook waar, we moeten veel meer gaan naar human-centered AI noemen. Dat mensgerichte technologie in plaats van altijd op de systemen gerichte. Ja. Even voor de volledige, want zoals je terecht zei, we gaan zo meteen naar Paul Tang om over twee commissies te hebben, specifiek vanuit Europa. Maar toen ik dit artikel las vanochtend, toevallig ook in de Volkskrant, echt toevallig vandaag, hè, we hebben dit gesprek. En zoals Roland zei, dit soort gesprekken, dit soort uitzendingen kan je gewoon elke dag maken, blijkbaar. Maar toen las ik die begrippen, zoals eerlijkheid en veerkracht, ik denk, waar bemoeien ze zich nou mee in Brussel? Wat ik onder eerlijkheid versta is toch iets anders dan jij en dan zeker dan jullie daar. Ja, grijp je om dat in een wet? Ja, maar toch, het zijn wel hele belangrijke uitgangspunten. Want denk nu even aan eerlijkheid. Is het eerlijk? Ik krijg bijvoorbeeld vorige week kreeg ik een mailtje van een mevrouw van 83 en die zei mij, eigenlijk is het ontzettend oneerlijk. Ik kan heel veel dingen niet doen, omdat ik gewoon niet zo vaardig ben met de computer. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, ik wil eigenlijk niet in systemen gevangen zitten. Ik wil zoveel mogelijk offline zijn. In die verklaring stond ook, het recht om offline te zijn is een heel belangrijk basisrecht van een mens. Ja. Wie had dat nou ooit gedacht? Hè? Zeer interessant. Dat in een wet opgenomen moet dit worden. Is geen wet, hè? Roland, waarom begin je zo te glimlachen? Nou ja, kan je nagaan dat we zover zijn wel gekomen. Dus in die zin zijn dit soort gesprekken wat we hier doen echt heel belangrijk gewoon voor de richting te geven van hoe we die maatschappij gaan inrichten voor nu en de komende generaties. Dus ik was er trouwens heel blij mee, hoor. Je kan zeggen van, het is allemaal maar een beetje slappe koek of wat stelt het allemaal voor. Maar het zijn wel uiteindelijk dingen waar getoetst kan worden. Dus ik zelf vind het toch een mooie stap. Ja, ik kijk even ook schuin naar iemand die wel eens vaker met dit bijltje heeft gehakt. Hans, jij. Wat vind jij van deze, die begrippen die zijn opgenomen in dat 7-pagina tellend document? Veerkracht. Ja, ik vind het wat ik heel bemoedigend vind. En dat klinkt misschien als iets wat heel vanzelfsprekend is. Daar wordt ook expliciet gezegd, we moeten niet de technologie als uitgangspunt nemen, maar de mens.
En daar kan je het over hebben, ja, wat is dat dan precies? Maar we denken nu nog heel vaak in technologische oplossingen. We plempen gewoon nog meer technologie ergens tegenaan en dan lost het probleem zich wel op. Dus het, zeg maar, het signaal wat hiermee wordt gegeven, nee, die mens en die menselijke behoeften staan centraal. En dan kunnen we altijd wel kijken welke technologie daar wel of niet bij gebruikt wordt. Dat is een heel belangrijk signaal, denk ik. En daarmee kan Europa zich ook onderscheiden. Ik denk dat Europa in potentie een hele interessante positie kan gaan innemen. Ja. Dus nee, ik ben hier heel tevreden mee. Ja, ik ga in de uitzending had je het ook opgegeven om het richting het einde van de tegenlichtuitzending had je het ook over Europa. Je hebt zelfs opgegeven van de misschien ouderwetse term de derde weg in de mond genomen. Maar toen je het had over Europa, en ik ga zo naar Paul, hè, en dacht ik, maar welk Europa? Heeft hij het nou over Noorwegen of over Griekenland of over Hongarije? Wat Europa? Nou ja, waar woont Europa? Nou ja, voorlopig denk ik dat we hebben natuurlijk een supranationaal Europese Unie. Dus dan zou ik me voorlopig willen beperken tot het idee van de lidstaten die daarbij aangesloten zijn. Dat die, die gaan dit ook ondertekenen als het hopelijk. En daar zullen we het dan in eerste instantie van moeten hebben. En wie weet kan dat ook nog eens een keer een uitwaaiend effect krijgen. Ja, maar je maakt niet zorgen over bepaalde conservatieve krachten in Europa, in dezelfde Europese Unie, die de boel naar hun hand kunnen zetten. Ja, dat blijft natuurlijk altijd heel listig en problematisch, dat hele krachtenveld. Ja. Maar goed, daar kan de politiek, Paul Tang, die kan daar vast meer zinnigs over zeggen dan ik. Mooi bruggetje. Dan gaan we naar Paul Tang. En José, straks wil ik ook met jou verder praten natuurlijk over, weet je, hoe kunnen we tech menswaardiger maken? Want dat kan, zeg je. Hè? Paul Tang, onder andere zeer actief betrokken geweest bij belastingontwijking, bij duurzame financiering van platform, regulering en rol van data in onze samenleving en onderdeel van de teams die onderhandelen met de Europese Commissie over de Digital Service Act en Digital Markets Act. Paul Tang, mag ik, want ik ben echt geneigd om Europarlementaris u te zeggen tegen hem. Jij begint te glimlachen. Mag ik ook tutoieren jou en jij? Ja, oké. Wat houden die twee wetten, namelijk Digital Services Act en Digital Markets Act, in eigenlijk? En graag in zeg maar lekentaal, dat ik het. Ja, dat ga ik proberen. Mag ik nog één ding zeggen over de verklaring die vandaag is uitgekomen? Graag, ja. Laten we niet cynisch zijn. Ik zie het wel als een Europees antwoord op de staatscontrole in China. En de commercie van Amerikaanse big tech. En dit is toch echt de bedoeling dat die principes en rechten vastleggen dat ook het individu weer zeggenschap krijgt over data en over ons verkeer. Dus het is wel een heel ander uitgangspunt dan je ziet in China en Amerika. En het is ook aan de politiek om van die woorden ook te komen tot actie. Maar daar helpen de woorden wel bij. Ja. En de Digital Service Act en de Digital Market Act waren gewoon hoog nodig. De laatste wet en regelgeving was uit 2000. Voor mij, Facebook bestond in ieder geval nog niet. Hives geloof ik toen in die tijd nog. En de Digital Service Act gaat over veilig online verkeer. Met wie heb ik te maken? Wat gebeurt er met illegale content? Hoe wordt die verwijderd? Maar ook het openen van de black box van de algoritmes. Heel belangrijk. Terwijl de Digital Market Act gaat over de marktmacht. Want dat is eigenlijk nog niet echt benoemd in dit gesprek. In de uitzending zie je op een gegeven moment een Madrileens collectief dat zelf probeert, dat is een mooi hartverwarmend stukje, dat mensen zelf weer het in eigen handen proberen te nemen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk op dit moment hele dominante, kapitaalkrachtige bedrijven die tot alles hun positie zullen verdedigen. En dat is een van de zorgen die ik heb, ook als politicus. Dus ik ben met José van Dijk eens om moeten opbouwen. Maar soms moet je ook kunnen afbreken om op te bouwen. En zoals ik mijn missie ook zie in het Europees Parlement, is ook om die macht van big tech af te bouwen, af te breken het liefst. Zodat er ook weer ruimte komt voor alternatieven, waarbij niet de technologie, maar de mens centraal staat. Ja, en even kijken, is het de bedoeling, wat je zei, die black box die achterwege blijft, worden door die twee wetten, worden transparanter?
Wat merk ik ervan, van die transparantie? Merk ik er iets van of merk jij er iets van als expert? Algoritmes overkomen ons. Hè? Dus dat is het, neem een tijdlijn van Facebook, die wordt samengesteld. We denken dat we daar zelf invloed hebben, want het bestaat uit onze vrienden. Maar die wordt uiteindelijk samengesteld door Facebook en er is geen alternatief. Dus wat deze wet, dit zit in de Digital Service Act, voorstelt, is dat er openheid van zaken moet gegeven. Hoe komt het algoritme tot stand? Maar ook wat voor effect heeft het? Wat voor risico heeft het? En hoe gaan de bedrijven met die risico's om? En dat laatste is heel belangrijk. Dit betekent dat bij TikTok, waar veel kinderen en jongeren op zitten, en die toch in een beïnvloedbare leeftijd zijn, zich veel meer rekenschap moet geven wat het effect is van het verspreiden bijvoorbeeld van een vuurwerkchallenge. Ja. Die plotseling heel populair werd. TikTok kan dat nu naast zich neerleggen, want er is aandacht en aandacht betekent verkoop. Maar nu moeten ze ook daarvan rekenschap geven. Dus dat is echt wel een hele grote verandering. Ja, even kijken, Paul, correct me if I'm wrong. Ze zei bijvoorbeeld TikTok, zij moet zich rekenschap van geven. Kan ik hetzelfde zeggen over Deliveroo? Weet je al, met deze wetten moeten ze zich rekenschap van geven. En wat betekent dat rekenschap van geven? Dat betekent even dat op het moment dat het duidelijk is dat TikTok gevaar is voor kinderen, dat TikTok daar tegen moet optreden. En dat daar ook toezicht is, omdat daar tegen opgetreden wordt. Op het moment dat bij Deliveroo of bij Uber blijkt dat de algoritmes de bezorgers of de chauffeurs over de kop jagen, dan betekent dat ze daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Ja, en tot slot, want er zijn vragen binnengekomen voor José en voor Hans. Nog één vraag naar Paul. En hoe reageren die grote bedrijven met al hun lobbyisten? Ik heb begrepen dat er meer lobbyisten in Brussel wonen dan een aantal, zeg maar, Belgen zelf, weet je wel. Hoe reageren die lobbyisten en die bedrijven op jullie pogingen om transparantie, minder macht en dat soort dingen te bewerkstelligen? Een massale lobby. Ik heb het laatst ook een stealth lobby genoemd. Dus het is niet alleen dat je directe verzoeken krijgt tot gesprekken, maar men laat anderen voor zich spreken. We hebben ook onlangs kunnen vaststellen dat wij, en dat geldt voor mijzelf, maar ook voor mijn medewerkers, zijn bestookt op Twitter met reclames van Facebook. Die ons moeten beïnvloeden. Dat als het bij mij gebeurt, gebeurt het ook bij andere parlementariërs en hun assistenten. We hebben ook een grote publieke campagne gezien van Facebook, waarbij ze zich opwerpen als de kampioen, de hoeder van het midden- en kleinbedrijf. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel wat gewend in Brussel. Maar zo massaal en massief als het dit keer is gebeurd, heb ik nog nooit gezien. Ja, Paul, dank voor je bijdrage voor dit moment. Ik heb, ik zie jou de hele tijd op mijn scherm voor me. Dus als jij iets wilt toevoegen, we gaan zo de laatste 20 minuten van dit gesprek in. Schroom niet om te zwaaien en dan laat ik je aan het woord. Maar voor nu de vragen. Vraag voor José. Tech is een mannengedomineerde wereld. Denkt u dat de big tech er anders uit had gezien als er meer vrouwen zouden werken op hogere posities? Oei, dat is een hele moeilijke. Er zijn een paar vrouwen die in de techbedrijven een hoge rol spelen. Bijvoorbeeld in Facebook is de tweede vrouw de tweede persoon is een vrouw. Al een tijdje zelfs. Ja. Dus er zijn er wel, maar ze zijn wel met echt een. Je moet ze met een loop zoeken. Misschien moet ik maar eens een knuppel in het hoenderhok gooien en zeggen: ja, zou er vast anders uit hebben gezien als de vrouw. Even kijken, hoenderhok. Is dat? Zijn hoenders? Ja, die zijn. Zijn mannetjes, hè? Ja, kunnen ook vrouwtjes zijn. Oh, zijn mannetjes. Oh, dat is genderneutraal. Ja, genderneutrale hoenders. Ja. Even kijken, even bij jullie even dit, want dit is echt een kwestie die bij heel veel onderwerpen kan terugkomen. Hè? Zou een gender-element belangrijk zijn, ook in een tech, stroming? Ik denk dat het eerlijk gezegd om waarde gaat. Hè? Wat is de waardeoriëntatie van je gemeenschap? En ik geloof niet dat vrouwen dat per definitie beter doen dan mannen. Het gaat er wel om, heb je diversiteit of heb je tunnelvisie? Ja. En daar kan het wel uitmaken. Ja, maar in algemeenheid... Hoe meer diverse teams je hebt, vooral aan de top, hoe meer je eigenlijk ook een reflectie bent op de samenleving. Dus daar speelt het een grote rol. En vrouw of man zijn, dat is één onderdeel van
die diversiteit, niet alleen dat. Nou ja, dan moet het ook nog eens kritische vrouwen zijn. Dus hè, dat is niet altijd het geval. Maar ik denk een commercieel bedrijf blijft een commercieel bedrijf en dus geld gedreven. En daar helpt gender niet aan. Nee. Ja. Jullie zagen de reactie van Paul Tang toen jij begon. Hij was zo. Hij kwam gewoon bijna tegen de camera aan. Ja. Ja, klopt het, Paul? Hoe zit het, als ik een impertinente vraag mag stellen, hoe zit het met de man-vrouw verhoudingen in jouw teams in Brussel? Nou, voor mij redelijk goed. Dat is ongeveer half-half. Dat is eigenlijk al een vrij lange traditie in de Partij van de Arbeid. Dat zie je op onze kandidatenlijsten, maar ook... Ik heb nu al spijt van mijn vraag. Het werd niet eens een politiek campagne. Helder, Paul. Dankjewel. Ik ga nog naar één vraag. Is het geen tijd... Het is echt, ik weet niet wat hieronder verstaan wordt, maar het is heel intrigerend. Is het geen tijd voor een code humanitas? Ja, Roland... Code humanitas, ja. Dan kan je mij voor wakker maken. Ja, ik weet niet precies wat ermee wordt bedoeld. Maar het schijnt, waar we met z'n allen wel over eens zijn, dat de mens voor op moet staan, niet de technologie. Dat zal er wel mee bedoeld worden, toch? Ja. Is het een bestaande term? Is het een algemeen erkende term, code humanitas? Of is het gewoon een leuke naam? Ik vind het een hele leuke naam, maar volgens mij is het ook een bestaande term. Ja. Ik ga even de redactie vragen om een op te zoeken via Google misschien en naar mij te sturen. Ja. Wat code humanitas? Waarom? Ik had nog wel een belangrijke vraag voor Paul. Paul. Ja. Vraag van Roland. Want op zich, die wetgeving wordt best wel dik ingezet en zo. Het ziet er allemaal goed uit. Maar ik heb met jou ook een gesprek gehad van ja, die lobbyisten kunnen ook heel veel wetgeving verwateren. Dat het uiteindelijk ook de tijger geen tanden blijkt te hebben. Wat is de tussenstand in jouw visie? Gaat de goede stevige wetgeving, gaat die het winnen of wordt die uitgekleed? Nee, ik ben het is nooit helemaal naar mijn zin. Hè. Dus het is politiek, het blijft een compromis. Maar we hebben bijvoorbeeld een hard gevecht gevoerd om de persoonlijke data niet te mogen gebruiken in advertenties en in de algoritmes. Dat was een strijd ook in het Europees Parlement en daar heeft het Europees Parlement zich bijvoorbeeld achter geschaard. En dan zie je dat toch dat het tegen de lobby die ik net beschreef van Facebook en Google ingaat. Daar hebben we natuurlijk wel het voordeel. Dit zijn toch echt Amerikaanse bedrijven die niet voor heel veel werkgelegenheid en zeker ook niet voor belastingen zorgen in Europa. Dus dat maakt het voor ons al wat makkelijker. Maar ondanks die massieve lobby zie je toch dat het Europees Parlement in ieder geval stelling neemt. Maar het blijft een strijd, want nu moet er worden onderhandeld tussen het parlement aan de ene kant en de landen aan de andere kant. En alle hoofdsteden die worden ook bestookt. Ja, dankjewel Roland voor een mooie vraag. Het blijft kielen dus wel. Mag ik nog die humanitas heel even kort? Ja. Want dat vind ik wel, als we het hebben over, nou ja, wat is dat dan, menselijke waardigheid? Want daar gaat het voor mij uiteindelijk om, ook in mijn werk. Dat wat we niet moeten willen, dat moeten we gewoon niet willen, dat we mensen reduceren tot nummers. Dat we mensen reduceren tot profielen, dat we ze stereotyperen. En dat is wat er gewoon aan de gang is. En dat heeft enorme heftige effecten, maatschappelijke effecten. En als we het hebben over nou, een humane technologie, dan moet dat volgens mij het uitgangspunt zijn. We gaan mensen niet meer reduceren tot hun data. Nou, Hans, een vraag die misschien hier ook samenhangt, er is weer een vraag voor jou. In welk opzicht zijn instructies of werkinstructies door een algoritme, zoals bij Deliveroo, anders dan opdrachten, instructies van je baas op je werk? Een baas kun je bevragen, een algoritme niet. Ja, en ik weet wat een baas zou zeggen. Ja, dat moet je gewoon doen. Ja, maar toch. En dan die baas heeft een bepaalde uitdrukking misschien in zijn gezicht. Of die gaat misschien toch twijfelen. Je kunt hem in ieder geval bevragen. En ja, die algoritmen, dat zijn black boxes over het algemeen. Dus niemand kan daar nog zijn recht eigenlijk op een beetje een ordentelijke manier halen. Dus dat lijkt me een belangrijk verschil. Ja. En je baas kun je ook gewoon een schop verkopen als je zou willen. Ja. Kun je met een algoritme ook niet. Dat zou natuurlijk wel moeten, hè? Je eisen ook openbaarheid van algoritmes. Bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam wil nu een algoritmeregister invoeren, waarbij burgers het recht hebben om in te zien welke algoritmes zij gebruiken in de gemeente. Ja. En dus overheden gebruiken net zo goed algoritmes. Het zijn niet alleen de techbedrijven die dat doen. Ja. En daar is die eis van openbaarheid en van transparantie is een hele belangrijke. Die zou ook wettelijk vastgelegd moeten worden. Ja. Ik ga naar het laatste fragment van de avond. En dus een paar vragen, opmerkingen van jullie daarover. En zoals ik zei, wij stoppen om 9:00 en daar kunnen mensen uit de zaal hun vragen stellen. En omdat het vanavond de eerste keer is dat we open mogen, dan gaan we ook het gesprek voortzetten natuurlijk beneden
hier bij Pakhuis de Zwijger. De bar is open namelijk. En dan kunnen wij, ja, tot 1:10 kunnen we doorgaan. Nou ja, Mark? Nemen wat ja. We kunnen krijgen. Oké, we gaan naar het laatste fragment. Dat is namelijk een fragment over digitale infrastructuur gebaseerd op menswaardigheid. Uiteindelijk zou je hopen dat Europa misschien wel een hele interessante positie heeft. Want we hebben natuurlijk het surveillancekapitalisme. Dat in Amerika natuurlijk echt op de markt is gebaseerd. Dan heb je het surveillancekapitalisme zoals dat in China is. Waar het vooral de staat is die de burgers begluurt. En Europa neemt natuurlijk daarin wel een interessante positie. Of zou een interessante positie kunnen innemen. Wanneer wij een digitale infrastructuur optuigen. Echt gebaseerd op het idee van menswaardigheid, integriteit, mensenrechten. Maar dan moeten overheden echt wel een tandje bijzetten om bijvoorbeeld een eigen Europese zoekmachine te ontwikkelen, waarvan mensen zouden zeggen, ja, maar wacht eens even, wij gaan nu liever naar Europa toe als het gaat over onze data, want we weten dat het daar wel goed georganiseerd is. Dus er dient zich wel degelijk inderdaad een mogelijkheid aan voor een soort derde weg. Het laatste kwartiertje van ons hier in de studio. We hadden het over Europa. Nou, er zit iemand hier, een Europese vrouw, die de baas is van Surf, CEO van Surf. Vertel eens, Jet, wat is Surf en in welk opzicht is het anders dan qua handelen, intenties, anders dan wat Big Tech ons voorspiegelt? Ik heb 4 vragen gesteld, denk ik. Hè? Ik kom eruit. Surf is een coöperatie waar het Nederlands onderwijs en onderzoek eigenaar van is. En wij hebben eigenlijk de krachten gebundeld van het Nederlands onderwijs en onderzoek om te kunnen onderhandelen met Big Tech over de contracten die wij sluiten. Want wij kunnen gewoon zeggen, als jij niet je wilt houden aan de voorwaarden die wij met je afspreken, kom je het Nederlands onderwijs niet in. En wij maken zelf ook diensten voor onderwijs en onderzoek, voor die zaken waarvan mijn leden, de eigenaren van de coöperatie, zeggen, wij willen heel graag dat je dat zelf maakt. En dat sluit eigenlijk aan bij het voorbeeld wat in de uitzending zat, hè, van die coöperatie van fietscouriers. En er zijn steeds meer van dat soort voorbeelden van burgers of instellingen die de krachten bundelen om op een alternatieve manier met deze werkelijkheid om te gaan. En dat zou eigenlijk veel breder aftrek moeten vinden. In Nederland is dat voor het onderwijs goed geregeld, maar bijvoorbeeld voor de zorg nog niet. En ik zou daar graag meer van willen zien. Oké. En hoe lang bestaat Surf eigenlijk ongeveer? Onze oudste voorloper bestaat al 50 jaar, dus wij hebben een goede traditie in Nederland. En wij zien ook dat wij als Surf in staat zijn om Big Tech op de knieën te krijgen. Want Google, vorig jaar hebben wij een ruzie mee gehad. Omdat Google zich niet aan de GDPR, aan de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming, wilde houden. Wij zijn tot aan de autoriteit persoonsgegevens daarover in gesprek gegaan met de overheid ook aan onze zijde. En inmiddels is Google door de bocht. En dat moet je dus ook gewoon doen. En zijn alle Nederlandse onderwijsinstellingen lid van de coöperatie? Of zijn er ook mensen of instanties waar je denkt, die wil ik ook binnenboord hier binnen hebben? In ieder geval het hele hoger onderwijs en het mbo is bij ons lid. Dus het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is op een andere manier georganiseerd. Maar dat zijn echt wel heel veel instellingen. En wij werken samen met ook zelfs met het onbekostigd onderwijs als het nodig is om dit soort contracten te sluiten. Zodat iedereen in Nederland daarvan kan profiteren in onderwijs en onderzoek. En het is ontzettend belangrijk, want dit is nu echt heel Nederlands. Wij zijn op het gebied van coöperaties zijn we eigenlijk heel sterk. En Surf is daar een prachtig voorbeeld van. Uniek in Europa. Nergens anders in Europa heeft de publieke sector van het onderwijs zo'n organisatie als Surf. Dus kan ik zeggen dat zij een hele goede uitgangspositie in. Zijn ze de dijkgraven van het digitale stelsel? Nou, sterker nog, ik denk dat met een macht als die van Surf kun je ook zeggen, we gaan alternatieven creëren voor de zoekmachine, ja, dat is wel een hele moeilijke, moet ik eerlijk zeggen. Maar in plaats van die Chromebook uit het onderwijs werken, dat zou heel fijn zijn. Ja, en als je alleen maar afhankelijk bent van Microsoft Teams om je onderwijs via te doen, nou, daar zijn best wel open source alternatieven Zullen voor. Zullen we even vragen, wat heb je? Je hebt vast natuurlijk, je hebt vast een enig idee hoe jouw afhankelijkheid is
Ja. Juist als een digitale coöperatie van de big tech. Ja. Onze organisatie doet een aantal dingen. Wij onderhandelen op het scherpst van de snede met big tech. Omdat we niet kunnen voorkomen dat onze leden ook die technologie willen kopen. Maar dan wel onder de voorwaarden die wij belangrijk vinden. En als dat betekent dat je dus ook heel hard moet zijn over Europese wetgeving afdwingen. Ook aantoonbaar, hè, want wij hebben techneuten in dienst die ook kunnen checken of ze het ook echt doen. Daar zijn wij sterk in. En wij moeten met onze leden kijken. En wat wil je dan voor jezelf bouwen? En dat is, die discussie is ook wel aan het veranderen. Want ICT was heel erg, ging over efficiëntie, hè, dingen goedkoper doen. En nu zie je dat we steeds meer in gesprek zijn over onze data. Wat zijn onze kroonjuwelen? Willen wij wel dat onze studentendata daar staan? Of willen wij dat in eigen beheer? Willen wij ook bepaalde diensten zelf ontwikkelen? Of op zijn minst dan met een Europees bedrijf in plaats van met een Amerikaans bedrijf? En wij zijn wel groot genoeg om ook massa te kunnen maken. Hè? Om een Europees bedrijf ook het interessant te laten zijn om daarin te gaan investeren. En dan is het op zijn minst tegen Europese voorwaarden. Even voor de volledigheid, want die vraag van Roland aan Paul Tang van jou, hoe gaat dat met al die lobbyisten daar? Kan je daar tegen optreden? Als ik dezelfde vraag een beetje aan jou stel, nog eentje voor de zekerheid. Hè? Gaan die onderhandelingen met die techbedrijven, je noemde Google. Dus, maar er zijn mensen die van vlees aan bloed van Google die jij ziet. Ja. Je kent mensen die echt gewoon, lijken gewoon op, bij wijze van spreken, op mij en op jou. Hè? Ja, en die zijn heel aardig, maar je moet wel nee blijven zeggen. Net zolang dat je het hebt zoals je het hebben wil. Hoe gaat dat onderhandelen met hen? En zeggen ze, oké, dat is goed, maar we moeten nu even met Amerika bellen. Of hebben ze zelf ook... Ja? Oh, ja. Nou ja, kijk, in Nederland is Google natuurlijk niet heel erg groot. Dus voor heel veel zaken moeten zij inderdaad terug naar de VS. En zij zetten er dan een batterij juristen tegenaan. En wij zetten er ook een batterij juristen tegenaan. Met hulp van de overheid, moet ik ook zeggen. Dus de Nederlandse overheid helpt ons hier goed in mee. En dan moet je doorgaan tot het gaatje. En dat betekent ook dat de leden echt dat moeten willen. Want tijdens die onderhandelingen zeg ik tegen de hele achterban, en dan moeten jullie niet achter mijn rug zelf een contractje sluiten. Hè? En dat doen ze dan ook niet. Ja, ja. Maar het is wel een goed punt, Baram. Wat heel grappig is, je zegt van, het is, ja, zie je die mensen dan en dit. Maar wat heel grappig is, dat zeg maar zo'n dictator als Erdogan, die heeft gewoon bij Facebook afgedwongen, ik wil gewoon een vertegenwoordiger van Facebook in Turkije hebben. Maar daar kan ik mee bespreken en weet ik wat. Is dan wel een dictator. Maar ik vind dat heel raar. Maar ik vind dat de normaalste zaak van de wereld. Als je zo groot bent in een land, heb alsjeblieft even een vertegenwoordiger waar je even heen kan bellen. Ja. Dat vind ik dus heel raar. Dat we dus inspiratie moeten halen van dictators. Hoe je normale zaken zou moeten regelen. Terwijl hier denken we daar niet eens over na. Ja, dat vind ik zo vreemd. Daar wil ik wel bij aantekenen dat al die grote bedrijven in Nederland ook echt een vestiging hebben met mensen die aanspreekbaar zijn. En wij hebben in dat opzicht geluk. Ja. Want Nederland is een voor hen heel interessante markt. Ja, maar ik denk dat het meer wij kunnen afdwingen. Business dat kan business in andere landen niet. Het is wel meer business to business, denk ik. Terwijl dus ze hebben zoveel gebruikers. Op het moment dat je even Twitter wil bellen of even Facebook of Instagram. Er was een ding mee vandaag met mijn dochter ook helemaal zo, wat moeten we nu? Dat is best wel weird eigenlijk. Dat ze gewoon totaal geen vertegenwoordiging hier hebben waar je even iets mee kan doen. Mens van vlees en bloed. Ja. Wel, die miljarden die ze hebben, zo'n vestiging Nederland, dat kan er heus wel af. Ja. Die mensen in Turkije die kunnen natuurlijk ook niet bellen met die persoon van Facebook waar jij het net over had. En ik denk dat we in Nederland zien dat we goede voorbeelden hebben. Het gaat erom dat groter te maken en ook veel meer in de politiek te spreken over ICT. Niet in termen van efficiëntie, maar in termen van welke waarden en welke data willen wij beschermen. Omdat dat eigenlijk ons publiek goed, onze publiek... Ja, maar ik vind die accountability, die kan er wel stukken beter, hoor. Dus in die zin, laat ze maar nog een extra vestiging, een consumentenvestiging open in Nederland. Alleen maar goed. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb een keertje had ik me afgevraagd, hoeveel verdient bijvoorbeeld LinkedIn aan mij? Dus ik probeerde een interessant. Om mailen met LinkedIn. En ik denk dat ik binnen drie, vier maanden had ik een reactie van een persoon. Dat is erop. Ja, tenminste, het was gewoon een naam. Hè. Het kon ook een bot geweest zijn. Maar het was gewoon een reactie van LinkedIn. Van, we verdienen niks aan jou. Nou, het klinkt heel gek, maar ik was toch gerustgesteld. Oh, toch wel? Ik denk, een beetje teleurgesteld. Niet tegen mij liegen, weet je wel? Ben ik zo weinig waard? Dat zeg je toch, Hans? Nee, natuurlijk niet. Waarom Hans, even een vraag aan jou, hè? Want we gaan zo de laatste 6-7 minuten van dit gesprek in. Wat vind je van zo'n initiatief, zo'n coöperatie
met digitale, weet je, invalshoek. Ja, dat is heel belangrijk. Is dat want, wat jij bedoelde met de derde weg Europese invalshoek? Nou, ik zou het liefst zien dat we helemaal geen zaken doen met Google, zolang dat bedrijf, of met een bedrijf als Facebook en Google, zolang die bedrijven zo machtig en groot zijn en niet flink opgesplitst worden. Dus maar los daarvan, ik denk dat het heel erg belangrijk is om, wil je tegenmacht organiseren, ja, dan zul je je moeten verenigen. En het grote probleem was met onderwijs ook. Ja, die bedrijven konden natuurlijk al die onderwijsinstellingen leuk tegen elkaar uitspelen. Dus nee, dit zijn wel voorbeelden van het organiseren van tegenmacht. En de volgende stap is proberen bedrijven als Google, Facebook en zeker ook Amazon er toch eruit te wippen. Want we hebben aan die bedrijven zoveel weggegeven dat daar echt die disbalans is echt heel problematisch. En daar moeten we vanaf. Ik heb een laatste vraag voor Paul Tang in Brussel. Wat je net hebt gehoord, hè, gewoon concreet initiatief, mooi initiatief, ook in conclaaf met de techbedrijven. Wat kunnen zij aan soortgelijke dingen, want ja, je bent in Europa bezig, niet alleen in Nederland, hè, wat kunnen dit soort dingen van jou verwachten? Waar kunnen ze op rekenen? Hoe kan je hen steunen in dit soort initiatieven? En waar is jouw hand gebonden? De laatste stel ik even af te vragen waar mijn hand gebonden is. Ik denk ook wel met, daarom is deze uitzending ook wel belangrijk, over het bewustzijn van de macht en de invloed van Big Tech en dat we daar antwoord op moeten geven. En ik merk zelf, je moet ook politieke overeenstemming bereiken, dus daarom is het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Zodat ook initiatieven zoals SURF, maar SURF bestond al, maar ook nieuwe initiatieven kunnen komen die inderdaad die tegenmacht gaan vormen. En dus wat ik op dit moment kan doen is voornamelijk proberen af te breken, die macht in te werken, af te bouwen. Maar inderdaad, we willen graag naar alternatieven. En mag ik nog één voorbeeld geven wat mij altijd verbaasd heeft? Bij sociale media is op dit moment volledig gedreven door commerciële motieven. Terwijl we bij media altijd hebben nagedacht over hoe zorgen we voor pluriformiteit, hoe zorgen we voor redactionele onafhankelijkheid. Dat is in de sociale media op dit moment helemaal niet. Er is geen pluriformiteit, er is geen redactionele onafhankelijkheid. Ja. En ik vind dus dat we daar veel meer het debat moeten hebben. Wat zou het alternatief moeten zijn? En op het moment dat het debat er ook is, weet ik ook zeker dat de politiek meer in beweging gaat komen. Ja, ik ga zo een beetje richting de afronding van dit onderdeel. Want zoals ik zei, we gaan nog een kwartiertje, 20 minuten hier door. Roland en Hans, jullie hebben deze uitzending, zeg maar, ook, jullie waren de dragende krachten achter deze uitzending. Ik wil met jullie eindigen, namelijk een heel simpele vraag. Wat heeft deze hele trip, hele verdieping in al die archieven van Tegenlicht, al die mensen van Spanje tot Californië, jullie waren overal te zien. Heb je op gereflecteerd? Wat heeft het jullie gebracht? Daar wil ik mee eindigen. Maar even hier. José, zijn we te laat? Nee. Hoe ver zijn we? Wij zijn heel strijdbaar en heel weerbaar. Ik wilde net een aanvulling op Jets betoog, waar ik heel erg fan van ben, een enorme fan van SURF. Wilde ik zeggen dat we heel veel initiatieven aan het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld, we hebben een organisatie Public Spaces opgericht. Er zijn momenteel 40 publieke organisaties die samen met elkaar aan het zoeken zijn van... Wat voor publieke organisaties? Nou, bijvoorbeeld moet musea, VPRO is er lid van. SURF is ook een ondersteuner. Grote Verbaast festivals. Me niks. Ja. De KB, de Koninklijke Bibliotheek. En grote openbare bibliotheken. Hele grote publieke organisaties. Ik ben overtuigd. Dus het heeft echt wel effect. We zijn met 40 organisaties. En die kijken samen hoe kunnen we eigenlijk onze omgeving in die publieke ruimte hygiënischer maken. Dus minder afhankelijk van commerciële sociale media of andere media. En veel meer aangewezen op publieke alternatieven. En dan stellen we vragen als, moeten wij hier wel met Mentimeter bijvoorbeeld in de lucht komen? We zijn wel nu aan het zoomen. Hè? Moeten we afhankelijk zijn van Zoom? Dit zijn allemaal vragen die we onszelf allemaal moeten stellen. En dat zijn ook hele serieuze vragen. En samen kunnen we met elkaar, we kunnen elkaar helpen om alternatieven te maken of om ze te vinden. Ja. Dan de vraag even kijken, laten we ook precies. Jet, hoe zie jij de toekomst? Hoe bezorgd of onbezorgd, nachtmerries? Of je denkt, weet je wel, ik zie wel toch licht aan het eind van de tunnel.
Ik denk dat Europa, en in die zin ook een hart onder de riem voor Paul, Europa echt de wetgever van de wereld is op dit moment. Als het over deze zaken gaat. En de enige echte strijder voor publieke waarden. En ik hoop dat onze eigen overheid ook meer echt die menswaardige digitale wereld voor zich gaat zien. En gaat zeggen wat dat voor Nederland moet betekenen. Maar Europa is hier echt de trailblazer. En daar moeten we met z'n allen voor gaan. Mooi. Heren, 30 seconden. Roland, wat heeft deze trip jou gebracht? Nou, ik heb een tijdskluis gekocht voor de smartphone van mijn dochter. Dus die wordt... Helder, concreet. Ja. Ja. En Hans, wat heeft deze verdieping jou gebracht? Eeuwige roem. Extra volgers. Extra volgers op Twitter. Op je aansteker, ja. Nee, okay. Maar wel de bevestiging. Dit onderwerp is zo groot. Er zijn zoveel aspecten aan. En het is zo belangrijk dat makers zoals Roland ook proberen dus dat te visualiseren. En daar een narratief bij te maken. Omdat dat raakt telkens weer op een andere manier dan een boek of een beschouwing. Dus het is wederom hoe belangrijk het is om het op die manier vorm te geven. Ja. Mooi gezegd. Tegenlicht meetup van deze keer zit erop. De eerdere aflevering kan je natuurlijk allemaal bij ons bij Pakhuis de Zwijger allemaal terugvinden. Tegenlicht trouwens wordt tegenwoordig, dus het is een tweewekelijks programma, wordt tegenwoordig op maandag uitgezonden. Maandag 7 februari is de volgende aflevering. En dan hebben wij hier woensdag 9 februari vanuit Pakhuis de Zwijger live aan met publiek, aan bier, aan toestanden, aan mensen van vlees en bloed hier. En mijn dank is hier groot natuurlijk, onze sprekers hier. Paul Tang in Brussel. Ik zwaai naar jou, Paul. En we gaan hier nog een kwartiertje door. De technici en de programmamakers van dit programma, dank voor jullie inzet. En in het bijzonder wil ik graag Emilena, Mai Timo danken voor het tot stand brengen van dit programma. Gaat allen in vrede. Ja. Ziet erop. Ja.